Hallo allemaal, ik dacht doe het even zo, net iets persoonlijker. Nu we met z'n allen opgesloten zitten, kan ik toch een beetje met jullie wat contact maken. Nou, ik heb een hele speciale nieuwe 2D, 3D opdracht voor jullie bedacht. Namelijk in deze tijd, wat wordt er heel erg veel gehamsterd? WC-rollen. Wat is daar nou een ideale opdracht voor? Ik wil dat je een hele speciale WC-rolwikkel gaat maken. Ik heb er zelf ook een gemaakt. Kijk, dit is een mummiepak geworden. Maar je mag zelf helemaal bedenken wat het zelf wordt. Wees heel origineel. Je kunt het gewoon op een A4'tje maken. Ik kan het je laten zien. Ik heb hem hier gemaakt. Als ik hem losknip, kun je precies zien dat het gewoon een A4'tje is. Nou heb ik hem uitgeprint en op de computer gemaakt. Dat hoeft niet. Je mag ook gewoon lekker je stiften gebruiken, je potloden gebruiken. Maar wees zo origineel mogelijk. Hij moet goed op een wc-rol passen. Zoals je ziet, deze is goed hoog. Zie, past precies op de wc-rol. Dus zorg dat je dat zelf ook maakt. En maak er een goede foto van en lever die weer in bij Classroom. Je mag er ook een filmpje van maken, net zoals ik doe. Mag je helemaal zelf weten. Maar je weet het, maak het zo origineel mogelijk. Zo leuk mogelijk, zo creatief mogelijk. Want hoe meer, hoe beter. En vergeet vooral niet confetti.